Suriname en Nederland zijn overeengekomen dat ons land het restant van de verdragsmiddelen zal ontvangen. Dit is een van de resultaten die voortvloeien uit het gesprek dat minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken gisteren heeft gevoerd met de Nederlandse minister Sigrid Kaag voor ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel. Het gaat om een resterend bedrag van 17 miljoen euro. Bij de onafhankelijkheid heeft Nederland 1,6 miljard euro aan hulp toegezegd aan ons land, de zogeheten verdragsmiddelen. Echter werd deze in 2012 opgeschort. Vanwege de aanname van de amnestiewet. Minister Kaag zegt dat de regering Santokki goede plannen heeft om dit geld in het voordeel van de bevolking te gebruiken. De twee landen hebben verder afgesproken dat er een Nederlandse handelsmissie naar Suriname komt en dat er zal worden samengewerkt op het gebied van klimaat en bosbeheer.